welkom bij Radio Standvaste. En samen met Cult Noord interviewen wij vandaag 3 verschillende politici. Mijn naam is Naomi Tuininga en ik zit hier nu met Rosita Drigbal van CDA Zuid-Holland. Welkom, Rosita. Dankjewel. Wil je jezelf nog even voorstellen? Ja, ik ben Rosita Drigbal. Ik sta voor provinciaal op nummer 14 voor het CDA. En ik doe ook mee aan waterschappen en daar sta ik op nummer 9. Yes, dus je doet allebei. Ja, inderdaad. Dat lijkt me nogal druk nu. Is het ook. Het is een uitdaging om allebei net zoveel aandacht te geven. Want ja, dat heeft het wel nodig. Het is een verkiezing die niet heel erg bekend is of niet heel erg sexy is. En voor alle twee moet je toch uitdragen waarvoor men naar de stembus moet. Ja, exact. En waarom moeten mensen naar de stembus? Ja, omdat ze zelf in de hand hebben wie daar dan uiteindelijk komt te zitten. Het is heel erg belangrijk dat er weer eens wat gehusteld wordt en er nieuwe mensen op nieuwe plekken komen. Zodat we problemen van de andere kant bekijken, met andere oplossingen kunnen komen. Diverser en inclusiever kunnen zijn. Yes, en wat is dan zo'n probleem waarbij jij denkt van hey, ik kan samen met andere mensen hier juist op een nieuwe manier naar kijken en met nieuwe oplossingen komen? Nou, ik denk dat bijna alle problemen die we nu op dit moment ervaren zo en zo op een andere manier moeten bekeken worden. Want we zitten te lang vast in het vaste patroon. Ik denk zelf, en dan ben ik ook vanuit mijn eigen aan het praten, dat we mensen op dat soort plekken moeten hebben die ook contact met de burgers hebben. Dus gewoon echt met hun voeten in de klei staan en weten wat er echt speelt. Maar dat ook kunnen vertalen naar de overheid toe, dus ook naar boven toe. En dat mist er nu. Er zijn mensen die weten wat ze doen, maar die hebben geen contact met de burgers. En je hebt heel veel mensen die contact met de burgers hebben, maar bij God niet weten hoe ze dat goed moeten vertalen of realistisch moeten houden. Ja. En ik denk dat ik dat wel kan. Oké, en wat voor contact heb je dan met de burgers? Wie ben jij naast politicus? Nou, zo ben ik moeder van 4 kinderen, 25 jaar getrouwd. Dus ik weet hoe belangrijk het is dat je kinderen een keer uit huis gaan. Dat lijkt er nu niet op. Ik heb een zoon van 22. Ja, ik spreek met studenten, met zijn vrienden, maar ook gewoon studenten die dit soort problemen ook echt wel zien en ervaren. Ik zit in verschillende organisaties als toezichthouder en raad van bestuur. En ik ben voorzitter van een vrijwilligersorganisatie tot voor kort geweest. En daar heb ik ontzettend veel plezier beleefd door mensen weer de maatschappij in te krijgen. Dus ik heb eerst de vrijwilligersacademie opgezet. En vanuit daar hebben wij mensen geholpen om aan de slag te gaan en dan weer verder te rollen. Dus op zo'n manier kom je heel veel mensen tegen. En ook mensen die gewoon echt problemen hebben, die bijvoorbeeld de waterschapsbelasting helemaal niet kunnen betalen en ook niet eens snappen waarom ze dat zouden moeten doen. Nou, en waarom zouden we dat dan moeten doen? Nou, er is een heleboel dat moet gebeuren. Ik bedoel, zo en zo moeten we innovatiever worden. En in Zuid-Holland hebben we natuurlijk ook een stukje dijkbewaking dat erg belangrijk is. Ja. Maar ook met weerverandering. Je wilt niet dat als het weer kaart gaat regenen, bijvoorbeeld Den Haag, waar ik zelf vandaan kom, onder water loopt en dat je niet gewoon fatsoenlijk droog naar het winkelcentrum kan gaan of zoiets. Ja, exact. En waarom CDA voor jou? Nou, ik ben ooit 5 jaar geleden gaan kijken van welke partij past het best bij mij. Ik ben begonnen bij een lokale partij die om advies vroeg. Nou, dat heb ik eerst gedaan. En vanuit daar, het was een nieuwe partij, die is helaas niet de gemeenteraad ingekomen. Want ze waren te jong, echt 2-3 maanden voordat de verkiezingen begonnen, opgestart. Maar vanuit daar merkte ik wel dat ik dit zo belangrijk vond, dat ik wel mijn stem wilde laten horen. Maar ja, inderdaad, welke partij past dan bij jouw stem? Ja. Ik ben met allerlei wethouders wezen spreken, raadslieden. En ik kwam op een gegeven moment bij het CDA terecht. En daar kwam ik Ruud Peetoom tegen. Nou, een ontzettend fanatieke, ambitieuze vrouw. Die precies snapte wat mijn probleem was, wat ik wilde uitdragen en hoe belangrijk familie voor mij is. En daar kon ik dus mijn ei kwijt. En ook met andere ideeën komen waar mijn achterban bijvoorbeeld behoefte aan heeft. Ja, en je noemt familie?
Ja. Omdat dat een kernwaarde is van het CDA, begrijp ik dat dan goed? Ja, dus hoeksteen van de samenleving. Ja. Dat gelooft het CDA heel sterk in. Daar bewegen ze zich ook uit. En dat is voor mij heel erg belangrijk. Ja, en wat zijn andere waarden van het CDA? Ja, wat die ook die ook aansluiten bij jouw waarden dan? Ja, zo en zo. Bij elke cultuur, nou laat ik zo zeggen. Er wordt heel vaak aan mij gevraagd, waarom een christelijke partij, terwijl je bent zelf hindoe? Nou, ik vind zelf dat geloof overstijgend is. Want het gaat om de normen en de waarden die je hebt. Ja. Je mag niet stelen, je mag niet moorden, je mag niet onethische dingen doen. Dus wat dat betreft, dat vind ik terug in het CDA en dat vind ik terug in mezelf. Dus wat dat betreft, ik zie daar geen verschil in tussen christelijk of hindoe zijn binnen deze partij. Maar ze hebben zoveel waardes. Maar ik moet wel zeggen, familie is voor mij het allerbelangrijkste. Ja. En het moment dat jij statenlid wordt, wat is het eerste wat jij wil gaan doen? Wat kunnen we van je verwachten dan? Ik zou het toegankelijker willen maken. Ik zou willen dat men weet wat wij daar doen. Dus wat transparanter. Ja. En de burger meenemen in het verhaal. Dus waar staan we voor? Wat gaan we doen? Mm-hmm. Diversiteit zou ik willen bevorderen. Inclusiviteit. Ja. En meer vrouwen aan de top. Ja. Dat zijn toch wel de basisdingetjes waar ik als eerste mee aan de slag zou willen gaan. Ja. En en daarna bekijken welke problemen we kunnen aanpakken. Ja. En hoe maken we politiek dan meer toegankelijk of transparanter dan? Ik denk dat je het bespreekbaar moet maken. Je moet mensen uitnodigen om hun verhaal te komen doen. Of in elk geval zichtbaar bij hun ook aan tafel kunnen schuiven en luisteren wat hun probleem is. En weet je wat zo grappig is? Heel vaak hebben mensen zelf ook al een antwoord. Dus de mensen, de ervaringsdeskundigen, die hebben een probleem. Nou ja, die willen gehoord worden, die willen gezien worden. Nou, dat zo en zo moet veranderen. Maar als ze gezien en gehoord worden, hebben ze vaak ook al een oplossing of een richting waar je naartoe moet gaan. En ik denk dat daar het geheim zit in de oplossing, voor een oplossing. Ja. Je noemde net heel kort jouw achterban. Ja. Hoe ziet dat eruit? Ja, aan welke mensen moet ik dan denken? Nou, sowieso iedereen in Zuid-Holland Uiteraard. Is mijn achterban. Ja, zeker. Maar wat ik heel vaak zie, dat bijvoorbeeld vanuit de Surinaamse community, dat er weinig gestemd wordt en dat men ook niet zo heel snel weet van waar staat het nou echt voor. Ja. En daar heb ik dit keer een missie van gemaakt om wat meer duidelijkheid te creëren, uitleg te geven. Maar ook onze jongeren, die hebben echt totaal geen idee van wat doet zo'n waterschap dan? Ja. Dus dat probeer ik dan wat transparanter voor ze te maken. Wat praktischer in Jip en Janneke taal. Mm-hmm. Dat zij begrijpen wanneer het hun echt raakt. En niet alleen in heel mooie duurtaal van we gaan MKB innoveren of zo. Weet je, gewoon vertalen. Ja, want over MKB helpt bij innovatie, dat las ik ook op jouw bij jouw punten. Ja. Precies, nu we het er toch over hebben, dan in Jip en Janneke taal. Wat betekent dat? Nou, in elk geval dat bijvoorbeeld, laat ik eens waterschap een beetje belichten. Nou, er zijn heel veel MKB'ers die helemaal niet begrijpen wat hun taak met milieu te maken heeft. Of wat zij kunnen doen, laat ik het zo zeggen. Nou, als je bijvoorbeeld een apotheker neemt die zijn medicijnen gewoon door de gootsteen gooit, omdat hij niet weet wat hij ermee aan moet. Die kan je beter voorlichten. Want ja, medicijnresten in het water is gewoon ontzettend slecht. En dat is schadelijk voor natuur, maar ook voor ons. Want we krijgen het niet schoon. Dus op de lange termijn geen schoon drinkwater. Ja. Maar ook gewoon hele simpele dingetjes als digitaal gebruik. Daar zouden ze ook meer hulp in moeten krijgen om hun zaken beter geregeld te krijgen. En corona heeft ons tenslotte via de harde weg geleerd dat een heleboel digitaal kan, maar nog niet alles. En ik denk dat daar wel wat meer aandacht voor mag zijn. Ja, precies. En wat vind jij dan, als ik het goed heb begrepen, dan is dit het eerste jaar dat Nederlanders die niet in Nederland wonen ook mogen stemmen? Begrijp ik dat goed? Volgens mij is dat 2 jaar. Als ze 2 jaar bijvoorbeeld in Zuid-Holland wonen, ja, maar nog niet hun paspoort hebben, mogen ze toch nog stemmen. Ja. Voor waterschap, hè? Voor waterschap. Ja. Wat vind je daarvan?
Ja, heel goed. Want ik bedoel, als jij leeft in Nederland en je woont daar en je doet er alles aan om mee te draaien, milieu te stimuleren, dan moet je er ook wat van kunnen zeggen wie daar uiteindelijk komt te zitten en wat mee gaat doen. Ja. Want bijvoorbeeld het CDA wil heel graag dat burgers meer initiatieven nemen. En dat kan heel simpel. Hè? Je kan gewoon een regenton in je tuin plaatsen, als je een tuin hebt weliswaar. Ja. Maar ook bijvoorbeeld meer groen, minder bestrating. Dat zijn hele kleine dingen, maar die kan je als burger zelf al doen. En dat helpt toch een stukje mee. Ja, eens. We hebben in Zuid-Holland ontzettend last van een woningcrisis, natuurlijk. Ja. Hoe kijkt het CDA hier tegenaan? Nou, CDA die wil zeker bouwen, maar duurzamer. Ja. Wel alle regels in acht nemend. En ook een betere doorstroom, zodat mensen niet te lang in goedkopere huizen of tenminste sociale woningen blijven hangen, terwijl ze meer kunnen permitteren. Ja. Want onze studenten die willen ook ergens naartoe en die willen ook heel graag gaan starten. Maar dat lukt niet, want het zit helemaal op slot. Ja, precies. Dus daar moet beter naar gekeken worden. Ja. En hoe rijmen we meer bouwen met meer groen? Het is waar bouw je en hoe ga je ermee aan de slag? Ik denk zelf bijvoorbeeld dat je al bestaande gebouwen die nu niet gebruikt worden zou kunnen ombouwen naar woningen. Ja. Dus dan hoef je niet een nieuw stukje natuur weg te nemen, maar je kan gewoon met wat daar eerst stond aan de slag gaan. En daarbij, als je wel een nieuw stuk, een nieuw project aangaat, dat je dan goed rekening houdt waar je dat doet en in hoeverre dat impact op het milieu heeft, op natuur heeft. Ja, precies. En meer groen ertussendoor bouwen, ja. Of tenminste behouden en ja, dat soort dingetjes. Ja. Hoe groot schat je je eigen kansen in dat je gekozen wordt? Het is ontzettend moeilijk, want als ik het goed heb berekend zou ik iets van 6.650 stemmen moeten hebben. Dat is een behoorlijk aantal. Ja. Ik zie het niet als onmogelijk, dus ik hoop gewoon dat heel veel mensen gaan stemmen die voorheen bijvoorbeeld het niet interessant genoeg vonden of niet aangesproken voelden. Dat ik die kan bereiken, dat zij gaan stemmen. En dan zou het mogelijk moeten kunnen zijn. Daar ga ik gewoon voor. Ja. Gewoon goed gaan. Zeker, dat is ook wat je 100% moet doen, zeker. En dan stel, wij spreken elkaar over 4 jaar dan weer. Ja. Waarvan denk jij, dat heb ik dan sowieso gedaan? Ik denk sowieso dat ik de koppeling tussen overheid en burger heb gedaan. Want anders heb ik mijn werk niet goed gedaan. Dat zou voor mij de ideale situatie zijn. Ik zou meer vrouwen willen zien op diverse plekken. En de jongeren ook willen betrekken. Ik denk dat dat toch wel echt buiten de huidige problemen die natuurlijk aangepakt moeten worden, denk ik dat we hier ook echt wel aandacht voor moeten hebben. Yes, helder. Voor de duurzaamheid. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Dank je.